In gesprek met Jan. Jan Dikker, Mijn naam is Patrick Kikker. Je luistert naar Leven zonder Stress. En Jan is hier uit uh, Bovenkarspel naartoe gekomen. om te praten over van alles en nog wat. Uh, ik kon alleen jouw leeftijd nergens vinden. Dus dat wil ik eerst even aftikken. Jij bent. 37 jaar. 37 jaar jong. Ja, leraar ja. Nederlands. Ja, 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 ja. Komend jaar twee dagen. en de rest uh, lekker podcasten. en genieten van mijn eenjarige kind. Ja, ja. Je bent vader geworden een tijdje terug. Uh, ja. en, en je bent ook een bekende voetballer geweest. Nou ja, bekend. Bekend in, in Nederland uh, viel het mee uh, in Oba Aruba, toch? Ja, ja, zeker. Ja, daar heb ik uh, in de Eredivisie gespeeld, was betaald op tv. Uh, ja, hebben wil om het kampioenschap gestreden, dus uh, ja, nou, daar was ik ook bekend. Ja, dat kan ik niet zeggen. Hoeveel jaar is dat geleden? Uh, tien, exact. Oké, okay. ja, 27 was ik. Voelt als een ander leven, denk ik. Ja, ja, dat het was ook echt een heel ander leven. Uh, moet ik zeggen dat in die tijd in Nederland uh, hield ik heel erg van, uh, van stappen, voetballen, et cetera. En ik ging juist daarheen omdat ik mijn hand brak als voetballer. En toen dacht ik: uh, wat doe ik hier eigenlijk nog in Nederland als ik niet voetbal? Dus uh, toen dacht ik: ja, waar word ik nou heel erg blij van? En dat uh, is de zon. Dat is de zon. Ja. ja, dat heb je helemaal goed. Dus ja, toen ben ik eigenlijk uh, vrij naar Aruba. En toen na twee, drie maanden begon ik toch weer, uh, weer te kriebelen. Toen heb ik me aangemeld bij de AVB, de Arubaanse voetbalbond. En toen uh, zei ik dat ik op het uh, ene hoogste amateurniveau had gespeeld in Nederland, wat het toen nog was. Dat was waar. Dat was waar. Nee, je heb je er niet in geblufferd, nee, Poker? Nee, nee, zeker niet. <laughs> en, um, maar ja, ik heb me er wel in Poker, dat ik zei dat ik uh, spit was. was. En dus ik zo... was keeper. Oh. <laughs> ja heel goed <laughs> ja ja dus en hebben ze niet gecheckt moesten ze geen beelden nee, zien nee nee ze, er waren toen nog geen beelden maar oh, ja. Uh, ja ze konden wel checken op wat voor niveau ik had gespeeld ja. dus uh, alleen er stond niet bij of keeper was maar met z'n was was ik altijd wel, uh, was ik altijd wel uh, uh, spits dus toen heb ik wat testwedstrijden gespeeld en die Arubanen uh, die, Arubane, die uh, kwamen bij mij allemaal tot, uh, tot hier, hoogte ja, ja. een beetje. Ja, dus dat ging goed. Dus dat was een beetje lange bal op mij spelen en uh, ja, toen scoorde ik in mijn eerste wedstrijd gelijk een wereldgoal. Toen mocht ik even blijven staan en na een tijdje raakte die keeper geluceerd. Ik had een Nederlandse trainer en toen zei ik, nou ik ga wel even op doel. Uh, en ik wist van mezelf al dat ik veel beter was dan die andere keepers. Ja. Dus toen moest en, je daar uh, blijven staan? En toen uh, ben ik eigenlijk de rest van het seizoen blijven staan als ja. keeper. Nou ja. Dus uiteindelijk beter voor iedereen. Klinkt als een jeugdboek? Hoe lang heeft dat in totaal geduurd? Een jaar. Een jaar en toen kom ja. je weer terug naar Nederland. Ja. Hey, je, je hebt je biologische vader niet veel meegemaakt in je jeugd. Hè? Nee, klopt. Uh, heeft hij wel nog bij jullie gewoond of heb je hem nog gezien? Maar ja, tot een jaar of uh, vier, vijf. En uh, daarna uh, ongeveer één keer in de twee weken bij hem. Ja. Ja, daarna waren, werd het contact uh, ja, werd eigenlijk verslechterd en toen uh, heb ik hem eigenlijk niet meer gesproken totdat ik een jaar of vijftien uh, was toen mm -hmm. ben ik in één keer uh, naar hem toe gefietst want je wist waar hij woonde ik wist waar hij woonde hij woonde eigenlijk om de hoek maar hij kwam uh, nooit nou ja, niet echt om de hoek maar in een ander dorp en toen dacht ik ineens na het voetballen uh, ik zoek hem eens op dus toen ben ik eigenlijk op mijn fietsje uh, naar, uh, naar zijn huis gefietst en ik zei tegen mijn broer nog, hé, hey, ik ga naar huis. En uh, toen ik bijna thuis was, dacht ik, ik ga in één keer mijn, mijn echte vader opzoeken. Ja. En toen ben ik hem eigenlijk uh, op gaan zoeken. Heb ik dacht, uh, ik heb ik heb aangebeld en ik zei, hey, ik uh, ben je zoon. Oh, dat herkende je niet echt. Nou, ja, ik wist niet of je me zou herkennen na een jaar of tien. Dus toen uh, dacht ik, ik stel mezelf in ieder geval maar even ja, voor. Ja, meetjes. Je weet het niet. Toen zei die oh wat leuk nou kom verder uh, daar heb ik met hem gezeten hij vroeg wil je een biertje dat kon toen nog dat was een jaar of 16. geen koffie meteen aan het bier ja ja het ja, was goed. avonds ja en uh, heb ik eigenlijk hele goede gesprekken met hem gehad alleen uh, ja hij vroeg tijdens die gesprekken wel uh, of ik naar huis wilde bellen maar uh, ja ik dacht uh, ja dat breekt de pleuris uit ja dat moet niet dus uh, ja dat heb ik uh, heb ik afgehouden toen ben ik zelf rond een uur of uh, ja, half twaalf of zo ben ik naar huis gefietst en uh, ja thuis uh, ja, waren ze al bezig met uh, politieonderzoek, ja? en, uh, ja, aan het zoeken langs de sloten, oh, want ik uh, nee. had natuurlijk tegen mijn broer gezegd, ik ga naar huis. Ja. En ondertussen kwam ik niet thuis. En uh, op basis daarvan uh, ja, waren ze thuis natuurlijk niet blij, wat op zich wel begrijpelijk is. Je hebt het wel eerlijk gezegd? Ja, ja, ja zeker. En daarna? Uh, nog veel ja, daarna contact? heb ik uh, mijn vader, uh, nee, ik denk uh, weer tien jaar niet Nee, gezien. dat meen je niet. Ja, serieus. Ja. En, uh, Had hij niet zoiets van ik ga weer eens contact met jou zoeken dan? Of, of... Ja, zeker. Dat wilde hij ook wel. Alleen uh, ja, de relaties waren uh, uh, dermate uh, in de onderlinge gezinnen, om het ja. zo maar te noemen. Dat, uh... Had je het idee dat je partij moest kiezen? Ja. ja. ja, ja en zeker. dan ben je toch loyaal aan de plek ja. waar je woont. Ja, ja. zeker. Dus uh, pas toen ik het huis uitging, toen heb ik pas weer contact gezocht met mijn vader. En ja. uh, toen heb ik eigenlijk contact met hem gehouden. Uh, ben ik denk ik uh, tien keer uh, bij hem thuis geweest, uh, eten met zijn vrouw. Uh, en toen uh, zei hij ook, nou ik wil een keer een wedstrijd bij je komen kijken. En toen uh, was het de eerste keer. En toen uh, stond ik op doel. En ik denk, wat blijft hij nou? Wat blijft hij nou? Blijft die nou? Ja. En uh, hij kwam maar niet. En ik denk, nou, wat is dit nou toch? En uh, nou ja, daarna uh, zag ik ineens op mijn telefoon die ik aandeed na de wedstrijd uh, een uh, appbericht van. Uh, ja, half zes, om het zo maar te noemen. Ja, ik probeer je al uh, een aantal keer te bellen, maar je neemt niet op. Maar uh, hij is vannacht overleden, oh. in Slaap. Ja, dat dus, uh, is. Na, joh. Ja. Ja, ja, dat was zeker naar. Ja. Maar als ik er aan terugdenk, ben maar ik wel heel. Hij, goed, goed? hij, is, hij was tachtig toen, dus okay. uh, ja, hij is een veel jongere vrouw. Ja. Maar uh, ja, als ik er aan terugdenk, dan. Uh, ben ik gewoon echt heel erg blij dat ik hem heb mogen leren kennen. Ja, en niet met ruzie. Nee, nee, dat ja. ik echt nog de vragen aan hem heb gesteld die ik wilde stellen. En, en wat nu... was dat zoiets dan? Wat, wat, wat was je nou echt benieuwd naar? Nou, vooral naar hoe hij was als persoon. Ja, en niet zozeer over uh, de relatie tussen hem en mijn moeder, want daar kwam hij al vrij snel. Uh, uh, zei hij eigenlijk van ja, weet je, we kunnen oude koeien uit de sloot halen. Die uitdrukking gebruikt en die continu. Ja. Hij zegt, maar ik heb een mooie tijd gehad met je moeder. Ik ga er niks negatiefs over zeggen. Nee. Uh, laten we met z'n tweeën naar de toekomst kijken. Uh, wat we elkaar nog kunnen brengen. En dat vond ik eigenlijk heel erg mooi en nobel van hem. Uh, om niet uh, met wrok te zitten. Ja. En toen dacht ik van, is inspirerend. Wat deed hij? Was hij ook leraar? Ja, hij was ja. ook leraar. Ja. Ja. Ja, ja. Dus, dus je lijkt wel op hem? Ja, hij was ook sportief. Ja, docent dus, hield van reizen. Dus ik had heel veel gelijkenissen met hem, hij had ook dezelfde naam Jan, uh, dus ja. Maar ja, weet je, af en toe denk ik nog aan hem terug en dan uh, sta ik wel met een glimlach uh, op mijn mond. Ik zal even een mooie, of mooie, vind ik zelf mooi, ik hoop dat jij hem ook mooi vindt vergelijking trekken. Kijk, mijn vader was ook redelijk afwezig in mijn leven, ondanks dat ik met hem ben opgegroeid, veel eigen problemen, veel nou, drankgebruik ook, en ik heb soms wel eens het idee dat die hele podcastreeks mede door hem geïnspireerd is. A, ik wilde hem leren begrijpen. En B, ik, ik zoek toch nog steeds naar rolmodellen in mijn leven. Nou ja, ja. Herken jij dat ook? Dat, ja. dat dat een reden is om ja. met mensen in gesprek te gaan? Ja, zeker. Het is mooi dat je het zegt. Want ik had bijvoorbeeld met uh, Jan Geurts, uh, ook een, een mooie naamgenoot, ja? met zijn boeken... Uh, misschien komt het ook door zijn leeftijd, zijn naam, ik weet het niet, maar ook vooral hoe hij schrijft en hoe hij kijkt naar de wereld. Toen dacht ik echt van, ah, dit is echt een, een rolmodel voor hem, of, uh, voor, voor jou, mij, zeg ja. maar. Toen dacht ik echt, ja, dit is precies het advies wat ik zou willen hebben van een vader. Ja. En daar was ik zo blij mee dat ik, ik heb al zijn boeken uh, heb ik verslonden. Uh, ja, ik vond het gewoon uh, fantastisch om, om al die inzichten tot me, tot me te krijgen en Ondanks dat ik dan geen vader had, voelde het wel als een vaderlijk advies. En dat heb ik hem ook uh, nog gemaild toen, uh, toen we het gesprek uh, hadden opgenomen, dat ik hem heel dankbaar was. En uh, uh, dat, dat hij toch een soort van vaderrol voor mij vervulde. in het advies wat hij mij kon geven. Ja, want je bent redelijk stuurloos geraakt in jouw uh, jonge jaren. Hè? Ja, klopt. Ja. Hoe uit zich dat? Drank, drugsgebruik? Uh? Uh, nou, wel drankgebruik, maar geen drugs. Omdat okay. ik uh, nou, mezelf te goed kende. En wist dat het anders uh, echt, echt de foute kant op zou gaan. Ja, want je zei net: van, Ik ben blij dat ik niet in Amsterdam ben gaan wonen. op een gegeven moment. Want dan was, ja. het, was het misgegaan. Ja, kijk. Ik was, tijdens mijn studententijd was ik even goed. vier, vier avonden in de week uh, in Amsterdam te vinden. En ik studeerde in Alkmaar. Ja, als ik in Amsterdam zou wonen. Ja. Ja, dan zou ik de bijna dagelijkse kroeg opzoeken, denk ik. Ja. En ja, dat excessieve uh, drankgebruik, ja, ik deed dan alleen in het weekend. Want in, ja, door de week zei uh, ik, ja, ik dronk thuis eigenlijk helemaal niet. Maar ja, ik zocht continu uh, triggers, spanning, sensatie, ja. uh, reuring. afleiding, reuring, ja. Ja. om me goed te voelen. Ja. En als ik thuis op de bank zat, ja, dan, dan ging, gingen de gedachten met me aan de haal. En waarom doe je dit? Uh, kan het niet eens een keer normaal? Daar ben ik wel veel mee aan de slag gegaan. En ik dacht toen de tijd dat het me wat zou brengen om naar Aruba te gaan verhuizen omdat ik dan uit mijn eigen omgeving werd getrokken. Ja. Maar uiteindelijk ging het, hetzelfde patroon ging zich daar herhalen. Dat neem je toch mee? Ja, dus het was, het, het was niet de omgeving zozeer. Het was echt in mij. En, en pas toen ik terugkwam van Aruba. toen ging ik weer studeren aan de universiteit. Ik had een nieuwe uitdaging nodig. Nou, dat ging hartstikke goed. Diploma gehaald. Maar ik had toen de tijd wel zoiets van: hé, hey, er we moet wel iets gaan veranderen. En dat is in mij. En. Toen ik terugkwam van Aruba had ik echt een depressieve periode. Uh, want ik kwam thuis en er was geen werk voor mij. Want ik dacht, nou ja, weet je, als mannelijke docent, er is altijd mm. wel werk. Nou, in die oh. tijd was dat dus niet zo. Welke tijd was dat? En ja, dat is uh, ja, dus tien jaar terug. Dus ja. er was een overschot aan docenten. Net na de crisis van 2008, zo'n beetje. Ja, klopt, ja. 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 Veel werkeloosheid. Ja. En je zegt zelfs ergens, je hebt een tijdje geleefd van een tientje per week. Ja, klopt, ja. ja. En ik Hoe moet ik, bedoel... ik me dat voorstellen dan? Ja, ik ging dus heel veel uh, op zoek bij vrienden, familie, om daar aan te schuiven uh, ja, als eten. Ja. Om, uh, ja, om maar niet te hoeven zeggen dat je, dat je geen geld hebt. Had je wel een slaapplek? Ja, ik had wel gewoon een huis. Okay. Uh, maar daar ging al het geld naartoe bijna of zo? Ja, kijk, mijn, mijn spaarpotje raakte steeds meer op. Ja. Maar ik had geen inkomsten. Ik wilde wel... Uh, ja, uh, soort van... Uh, ik wilde wel naar het UWV om te zeggen van... Ja, ik ben werkeloos. Ja. Maar daar was ik te trots voor. Ja? Wil je ja. niet je handje ophouden? Nee, ik wilde niet nee. mijn hand ophouden. Dus ja, ik kreeg geen, geen geld daarvan. En ik had alleen uh, aan mijn beste vriend... had ik al gevraagd om het ticket te betalen... vanaf Aruba terug naar Nederland. Ja. Want ik zei, ja, ik kan het verder niet betalen. Ja, daarna heb ik nog wat geld geleend. Maar verder heb ik eigenlijk nooit mijn hand op, uh, op willen houden. En pas na een aantal maanden... Uh, kreeg ik weer een baan als docent. Maar in die maanden zat ik alleen maar thuis. Ja, als je thuis zit, je gaat de deur niet uit. Nee. Je zit alleen met je gedachten. Was het ook nog winter? Ja, het was wel uh, de ja. koude periode ja, inderdaad. Ik dus je kwam je uit een klimaat waar natuurlijk altijd uh, uh, ja. zonnig was. Ja, dus, dus, One happy island. Ja, dus alle momenten uh, uh, bracht ik door of onder de douche. Een hete douche. Nee, dan ging ik uh, zitten onder de douche. Hoe lang? Ja, soms wel 1, uh, twee uur Echt? achter elkaar. En dan zette ik muziek op, hele deprimerende muziek. Het nummer van Rihanna, I Want You To Stay, uh, zit nog steeds in mijn hoofd. Dat stond op reprise? Ja, dat stond gewoon... Uh, en, de, en dacht ik continu... Waarom ben ik in godsnaam weggegaan vanaf Opa, Aruba? Ja. Wat doe ik hier? Wat ja. doe ik hier? En dat, dat bleef maar in mijn hoofd. En daarna ging ik dan weer naar bed. Ging ik weer slapen. Ging ik weer douchen. Ging ik weer slapen. En na een tijdje dacht ik... Uh, Oké, okay, ik moet nu wel de zaken op gaan pakken. Toen ging ik dus weer lesgeven, kreeg een baan voor een aantal dagen in de week. En daarna ging ik mezelf een schop onder mijn hol geven om dus naar de universiteit te gaan, een uitdaging te zoeken. Maar wacht even terug naar die tijd. Hè? Je zou kunnen zeggen, het is een soort louterend geweest voor je. Er moest gewoon wat verwerkt worden. Heb je, heb je in die tijd niet gewoon je jeugd zitten verwerken, dingen die je hebt meegemaakt, of was dat toch? Ja, het zou, het zou zeker een vlucht kunnen zijn. Omdat je, ja, therapeutisch dingen ja. meer. Dat je denkt, ja, ik moest even net als een beer die een winterslaap gaat houden, weet je wel? Ja. Of zie je het toch echt als een hele zwartgallige periode? Nee, nee, nee. Ik zie het zeker niet als een zwartgallige periode. Want uh, daarom ben ik wel gekomen waar ik nu ben. Hm. Ik heb er echt superveel van geleerd. En dat is ook in, uh, in een podcast die ik heb gehad met Davy Pechler, die zegt ook zelf: dieptepunten kunnen juist heel mooi zijn. En op het moment zelf is het natuurlijk niet mooi. Nee. Want, want ja, ik zat gewoon uh, na te denken om, uh, om er dan maar een eind aan te maken. Weet die je, gedachten als, komen er Ja, die, die komen gewoon voorbij. En mijn vriendin die vroeg ook uh, vorig jaar aan me. Uh, als je het wist, dit zou je dan overdoen? Toen zei ik direct nee. Omdat ik het gewoon niet zou trekken. Als je, als je wist... Als ik dit nu nog een keer zou ja, moeten doen, ja, dit proces... Dit komt er nog een keer aan, ja, dan zou je het, ik zou het niet trekken nee. Ik zou het niet trekken. Zo diep ben je gegaan. Ja, maar ik ben wel heel blij dat het is gebeurd. Uh, omdat ik er heel veel lessen uit heb getrokken. Ja. Want even... Voor mensen die niet je andere podcast met jou geluisterd hebben... die online staat, hè, met uh, Iris Enthoven. Dat is een eigen verhaal, ja. ja. Daar heb je uitgebreid gesproken over, over misbruik. Ja, ja, wat in ja. jouw jeugd heeft plaatsgevonden. Dus dat heeft natuurlijk zijn sporen nagelaten. Je biologische vader die je niet kende. Uh, op school neem ik aan dat het ook allemaal niet zo florissant is gegaan dan vroeger. Nee, klopt. Ik, nee. Uh, ik zat uh, altijd uh, op het ateneum En uh, ja, ik wilde gewoon bijna niet naar school. Ik, wilde alleen maar, ik zat alleen maar of in de pizzeria. Of ik zat bij de McDonald's, die net nieuw was in de kaart. Oh ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus ja. spijbelen. Ja, dus, ja. Dus, dus, ja, daar zat ik. En, en... Je had niet de mentale ruimte voor alles. wat nee. op school aange aangeboden nee. werd. Ja, nee. Dat nee. ken ik wel. Ja. Dus dat, zat je, dat heb je wel allemaal een beetje verwerkt in die tijd? Of denk je dat dat het er nog steeds of dat andere dingen daar belangrijk voor geweest zijn. Nou, ik denk uh, dat dat toen inderdaad wel uh, de tijd is geweest dat ik dat allemaal aan het verwerken ben of aan het vluchten, hè, uh, oh, okay. vluchten in drank. Uh, gelukkig dan geen drugs. Dat zou echt mijn uh, einde betekenen, denk ik. Maar uh, ja, ik denk wel dat het een soort van uh, verwerkingstijd was. En dan heb je ook nog een tijdje in een, in een klooster in Thailand gezeten. Wanneer was dat dan? Was dat na die ja, periode? Nee, nou, dat kwam... Uh, ik was toen bezig met uh, de universiteit. Die was ik uh, een jaar aan het volgen, fulltime. <coughs> full maar daarnaast gaf ik ook nog vier dagen les op een middelbare school. Nederlands? Ja. En dat zorgde ervoor dat ik de helft van de lessen miste. Maar ik haalde ook alles. Alleen, tussendoor was ik ook nog uh, drie, vier keer in de week aan het voetballen. Wauw. En uh, toen dacht ik wel, oké, okay, dit is te veel. too ah, much. Kuts. Ja. En toen vroeg ik aan mijn, uh, mijn studieadviseuze. Uh, ik zeg, uh, ik, ik red het gewoon niet meer. Wat moet ik doen? Moet ik stoppen met voetbal? Want uh, ik heb gewoon geen tijd meer. Zij ze, dat is wel het stomste wat je kunt doen. Want? Nou, ze zegt dan gaat gewoon je hele geestelijke gestel die gaat naar de kloten. Ja. Omdat je het zo dus, leuk vindt. Ja, omdat je, je moet toch een soort van ontspanning hebben. Ja. En ik stond continu op scherp. Ja. Dus toen uh, heb ik besloten om één dag minder les te gaan geven. Maar omdat ik nog steeds zo diep zat, ook van, uh, van uh, het verhaal dat ik terugkwam van Aruba, ik zat gewoon nog steeds niet helemaal 100% in in lekker in mijn vel. Heb ik de keuze gemaakt om, om naar het klooster te gaan in, uh, in Thailand. Ondanks dat het er op voetbalseizoen uh, bezig was. Had je daar wel het geld voor dan? Ja, toen wel, omdat ik toen dus al les gaf. Oh ja. Ja. Heb ja. je opgepot? Ja, precies. Ja. Dus toen uh, ben ik daarheen gegaan en daar heb ik echt leren kijken naar mijn gedachten. En dat is ook echt een, uh, dat is echt het zwaarste geweest wat ik, wat ik ooit heb gedaan qua, uh, qua inspanningen geestelijk, mentaal, zeg maar, uh, of uh, fysiek gezien. Want mm. soms moet je wel uh, drie, vier uur achter elkaar in kleermakerszit zitten. Nou, met uh, als je een beetje uh, broze knieën hebt dan uh, van het, het voetballen ja dan, uh, dan is dat niet fijn maar je leert daar echt omgaan met je gedachten om te kijken naar je gedachten je mocht ook niet lezen je mocht niet schrijven uh, de laatste vier dagen mocht ik niet slapen niet slapen nee fuck hield die je gewoon wakker nou ja je moest het zelf doen en uh, ja, als je het niet zou doen dan hou je eigenlijk alleen jezelf voor de gek je zit in een kamertje van uh, ja vier bij vier is het hooguit en dan doe je bijvoorbeeld uh, de laatste vier dagen was er dan uh, bijvoorbeeld de drie uur loopmeditatie van de ene kant van de kamer naar de andere kant van de kamer. Dan moet je een soort van, nou ja, je voeten optillen, heel up, lifting, moving, lowering, touching, dropping. Ja, ik heb het oh. zit nog helemaal in mijn hoofd, drie uur achter elkaar. En dan mocht je drie uur daarna in kleermaker zitten en dan uh, leren kijken naar de gedachten die je opkomen. En wat en dan, komt er dan, uh, dan zoal op. Bij mij zou dat zijn, gadverdamme, wat zit ik hier te doen? Ja, wat alleen een kwelling. Maar. Ja. Continu, ja. continu. En je vraagt je ook continu af van, wat doe ik hier, waarvoor ja. zit ik hier? En, uh, wat is dit nou? En, ja, en één keer per dag sprak je dan uh, met je mentor, om het zo maar te noemen. Dan mocht je vragen stellen. En dan uh, zei ik dus van, ja, uh, wat, wat, wat leer ik hier nou van? Waar, waar, waarom doe ik dit? Ja. En uh, allemaal dat soort vragen stelde ik. Ik zou denken, discipline leer je. Nou ja, zij stelde alleen een wedervraag. Ze zei, what do you learn from easy? Hmm. Toen was ik klaar. Toen zei ik, oké, okay, ja, ja. je, je hebt helemaal gelijk. Je snapt hem. En ik ging weer terug. What do you learn from easy? Ja. Dus het moet moeilijk zijn om ervan te leren. Ja. Dat is wel een goeie. Het moet moeilijk zijn om ervan te leren. Ja. Daar ja. zit wel wat in. Ja, anders blijf je in je comfortzone ja, zitten. Ja. ja, denk je, maar het zal ja. maar daar wel duren. Ja, en, en ze zeiden ook van, ja, misschien na deze reis, om het zo maar even te noemen, zul je niet direct bevatten van wat het je heeft gebracht, et cetera. Misschien na een jaar, misschien na twee jaar. En inderdaad, pas, ik denk een jaar nadat ik terugkwam van het klooster... en ik ging die boeken lezen van Jan Geurts, toen viel echt alles op zijn plek. Ja. Toen was het echt zo van, ja, je kunt inderdaad kijken naar je gedachten. Jij bepaalt niet je gedachten, want als je je gedachten bepaalt... dan ben je wel de hele dag vrolijk. Ja, dan koos je voor vrolijke gedachten, ja, blije ja. gevoelens. Ja, dus het is puur wat je leert, is leren kijken naar je gedachten. En doordat ik nu zo bewust kan zijn van welke gedachten in me opkomt blijf ik niet meer een half uur hangen in negatieve gedachten. Nee. Omdat, ik daar, omdat ik dat dus bewust heb geleerd als een soort inzichtmeditatie daar. Je passeert die gedachten dan, je neemt ze niet meer serieus. Exact. Ja, je zoomt uit, de ja. beroemde termen. Ja. En, en is er nog wel eens een gedachte bij die je wil gelooft? Hm. <laughs> Goeie vraag. Ja. Bijvoorbeeld een gedachte die zegt van... Want het kan ook nou, een ge leuke gedachte zijn, Ja, toch? zeker. Ja, ik probeer meer te kijken naar, uh, naar functionele gedachten... en niet-functionele gedachten. Dus bijvoorbeeld uh, als wij met elkaar uh, afspreken om, uh, om drie uur of half vier... Nou, dan is het handig om op die tijd te vertrekken. Hmm. Dat is voor mij dan waarheid. Vijja uh, Laurens die zei dat uh, vorige week mooi in mijn podcast. We zijn hier om een aards leven te leiden. Dus we hoeven niet te spiritueel... De Ergens tussenin te zitten. Ja. Dus ik probeer wel een beetje functioneel te gaan werken ermee. En, maar als mijn gedachte niet functioneel is, dan kan ik hem wel dus al vrij snel parkeren. Nou, net als dat ik net mijn telefoon liet vallen, ja. wat het schermstuk is, ja. op mijn vloer, dus ook op een beetje vloer. mijn schuld. Ja. <laughs> ik zie je nog wel een factuurtje? Nee. Ja. <laughs> nee, maar dan, eh, je zag het al aan me. Hij viel, hij stuk. Maar je ziet inderdaad, zoals je zei, mijn geboetstoestand niet veranderen. Nee, ik zag jou niet in paniek raken daardoor. Nee. nee. En dan kunnen we daaromheen verzinnen dat dat ook komt omdat jij meerdere telefoons hebt. En dat je geen kind van twaalf bent die daar heel lang ja. voor heeft moeten sparen. Maar toch, ja. ik snap het. Maar dat hebben ze hier dus. Dat is mede dankzij Thailand dat je nu ja. niet in de stress schiet. Ja. En dus die boeken van Jan Geurts. Welke het... precies? Verslaafd aan liefde. Ja, verslaafd aan denken. Verslaafd aan denken. Dat is hem. Ja, dat was voor mij echt een eye-opener. En dat was echt een moment. Dat ik een soort gelukzalig gevoel had. Ik was toen op wereldreis, ik weet nog precies waar ik was. Ik lag op zo'n lichtbedje langs het zwembad. En toen dacht ik echt, dit, dit, dit is het leven. Dit is precies de essentie. Dit is de juiste theorie om, om het leven gelukkig te doorgaan. Het ja. is wel zware kost, moet ik zeggen. Ja, je moet er wel even voor gaan zitten. Het, ja. is, uh, het is wel echt diep. Uh, ik, ik raad eerst andere wat makkelijkere persoonlijke ontwikkelingsboeken aan. Wat bijvoorbeeld? Uh, Thinking Grow Rich. Nap vind ik een makkelijke instapper Napoleon Hill, ja, een makkelijke instapper of uh, Mastiur Mindset van uh, Mijke Pilatzi. Ja, en Dat daarna zijn, gaan we uh, door. Ja, dit Jan Geurt is wel uh, next level. Nu zou je kunnen zeggen door al die jeugdtrauma's die jij meegemaakt hebt, ben je wel vroeg op dit pad terecht gekomen? Hè? had jij was jij het lievelingskindje geweest van Jan Alleman, dan was je misschien wel lekker de rest van je leven in die comfortzone blijven zitten. Hè? Ja. En dan kom ik toch weer bij de beroemde uitspraak: zonder crisis geen ontwaken. Kan je er dan op de een of andere manier ook wel weer de functie van inzien? Alles wat je zo de eerste 25, 30 jaar van je leven hebt meegemaakt. Dat het je toch de juiste richting uitgeduwd heeft. Ja, ik zit zelfs op het punt dat ik dankbaar ben voor de processen ja, die ik ben doorgaan. Ja. Hoe, hoe erg dat ook kan klinken. Ja, nee, ik weet het. Want anders, wat, wat, ja, dat kun je natuurlijk niet zeggen, maar dan hadden we hier met een hele andere Jan gezeten natuurlijk. Ja, ja. Dat was misschien een Jan geweest die 10 kilo dikker was geweest, wel nog veel zoop, uh, ja. misschien toch wel drugs was gaan proberen. Ja. Kan hè? Ja, ik, ik had het er met mijn vriendin laatst ook over. En uh, ja, dat ik 18, 19 was, speelde ik dus uh, ja, op het ene hoogste amateurniveau van, uh, van Nederland qua voetbal. Hè, mocht ik dan af en toe invallen. Dan denk je van, nou ja, ik zit er niet zo ver vanaf. Misschien wordt het wel wat. Ja. Um, maar stel nou dat ik daarin was doorgebroken. Dan had ik echt geen leuk persoon geworden, denk ik. Misschien zelfs arrogant. Precies. Niet zo toegankelijk als nu. Nee, en dat, dat zei ik dus ook tegen mijn vriendin. Ik denk dat ik dan echt een beetje op mensen neer zou kijken, misschien zelfs. Uh, dat ik verschil zou zien in mensen. En nu. Uh, behandel ik iedereen gelijk. En dat, ja. een goede vriend van me die zegt dat ook uh, wel eens tegen mij. Jij behandelt iedereen hetzelfde, of, of iemand nou gehandicapt is, of ik praat met een uh, bekende Nederlander in mijn eigen podcast. Ik ben dezelfde gesprekken aan het ja. voeren. Ja. Nee, dat voel je ook wel bij jou. Er is geen hoger, lager. Ik, nee. ik ben dan in het verhaal elf jaar ouder. Maar dat voelt niet zo alsof, alsof jij nu met een oude iemand zit. Wat dan ook. Of iemand die wat bekender is geweest, inderdaad. Die gelijkwaardigheid is heel mooi. Je hebt ook EMDR-therapie gedaan om van je trauma's af te komen. Hè? Ja. Was dat voor- of na-Thailand? Dat was uh, na-Thailand. Na-Thailand. Ja. Dus je bent daar niet brandschoon vandaan gekomen. Het heeft een proces in werking nee. gesteld. Ja, 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 ja. Dat zei ik ook uh, pas een jaar later kwamen dingen bij oh. mij uh, die, die inderdaad op zijn plek vielen. Ja. Dat ik dacht, hé, hey, met dat met EMDR-therapie. Uh, zoomen ze ook uit op je gedachten. Ja? Ja, dan kijken ze ook van... Uh, leren eens kijken naar de situatie die je vroeger hebt meegemaakt als klein kind. Dan leer je dus naar die situatie te kijken... zonder dat je er hele heftige gevoelens bij hebt. Dus dat je eerst bijvoorbeeld op een schaal van acht zit... qua uh, intensiteit van de gebeurtenissen. En dan gaan ze wat, uh, wat trucjes doen met je vinger... dat je daarna moet kijken... Mm -hmm. En dan uh, leer je dus uiteindelijk met een afstand naar kijken naar te kijken, en daardoor uh, wordt je emotie zeg maar die gaat dan bijvoorbeeld naar een vier om het zo maar te noemen. Ja. dus uh, maar dat, dat was een beetje een soort gelijk, iets als met de klooster, had veel uh, gelijkenissen en de, de inzichten van Jan Geurts, alles kwam continu terug op hetzelfde uh, riedeltje. Uh, leer te kijken met afstand naar je gedachten, identificeer je er niet zo mee. Ja. Want dat veroorzaakt uiteindelijk het lijden als je ja. je gedachten allemaal gaat geloven. Ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen: gedachten zijn urine van het brein. <laughs> Vond ik wel een mooie. Ja, als tegenspraak voordat iedereen zegt dat, dat je wel heel erg naar je denken moet luisteren, hè. Ja. denk eens na. Wat hebben we niet allemaal voor een uitdrukking in de Nederlandse taal? Ja, doe normaal. Doe normaal. Ja. Uh, de, de, eerst denken, dan doen. Nou, noem maar op. Je ja. hebt ook een lezing gegeven. Hè. Change the vibe. Ja. Doe je die nog steeds? Nee, want ik ben me nu echt aan het focussen op, uh, Leraar zijn. op de podcast. Oh, de podcast. Het ja. Ja, ja, komt want, echt op één. Uh, ik merkte echt dat als je verschillende dingen doet, dat je ja, voor het één gewoon minder aandacht hebt. En ik wil juist de podcast laten groeien, omdat ik het zo leuk vind om uh, mooie inzichten te delen, uh, inspirerende mensen te spreken. Ja, dat is zit ook. Want je hebt ja. Jan Geurts ook inmiddels gesproken. Ja, dat was mijn eerste gast. Ja, dat is toch gek. Ja, ja. En die doet gewoon zijn deur voor je open. Ben je naar vijf huizen geweest of zes huizen? Waar Drie je? huizen. Drie huizen. Ja. <laughs> Helemaal naar het. Oosten toch? Ja, het was echt uh, voor mij een eer. Uh, ik had hem ook gewoon gemaild dat het voor mij een eer zou zijn, omdat ik uh, als zijn boek had gelezen en om als eerste podcastgast. Uh, en hij wilde. Uh, en, en hij zei gewoon ja. Uh, en ja, daar was dus. ik super blij mee. En daarna is het eigenlijk gaan lopen en dan kreeg ik uh, ja, ja, heel ja. veel experts, bekende Nederlanders met mooie inzichten. Wie uh, heb je nog meer gesproken? Um, ja, ik heb bijvoorbeeld Jan van Halst over voetbal gesproken. Oh, ja, dat vond leuk. ik heel interessant. Ja, Esthetische, hè? Ja. Um, ja verder Feyelouden, Schielbele, uh, Tim Coronel. Uh, maar ook andere experts die hele hele boeiende uh, inzicht hebben over alcohol, angst. Uh, Esther Denhoef heb je gesproken, die ja, was op deze podcast. Hypnose Edwin Schley. Ja. Um, Wij hebben ook nog iets opgenomen net voor jouw podcast. Ja. ja. Zal ook al online staan als dit komt. Ja. Um, sorry die onderbreek, maar dit wil ik er toch echt even in hebben. Is het dus echt volgens Jan Dekker en volgens Jan Geurts mogelijk om zelf te bepalen? Hoe je denkt? Nou, dat is een uh, mooie theoretische vraag. Ja, daar ben ik gewoon eens benieuwd naar. Of, of is het toch iets wat ons overkomt? Want... Nou, ik denk, dat is mijn mening, hè. er zijn veel verschillende visies op. Ik denk dat er een gedachte die komt in je op, maar die komt voornamelijk in je op omdat het een soort van patroon is van oud denken. Wij uh, herhalen bijvoorbeeld uh, heel veel patronen. Nou, bijvoorbeeld in de tijd dat ik in depressie uh, zat. Kwam heel, heel vaak en snel de gedachte in me op: ik ben moe. Ik ben moe. Ik ben moe. Ik ben moe. Des te langer ik daar aandacht aan gaf, des te vaker hij op bleef komen. Alleen door de manier waarop ik op, erop ging reageren, doordat ik even afstand nam van: hé, hey, daar komt die gedachte weer in me op. En er meer naar ging kijken: van... hé, hey, daar is dat stemmetje weer van: hey, ik ben moe. En dan meer ging kijken: van ah, ik ben helemaal niet moe. Ik stijg gewoon lekker en ja. valt wel mee. En dat ik het steeds minder serieus ging nemen. kwamen die gedachten ook steeds minder in me op. Ja. Dus ik ben het steeds meer gaan zien als een cassettebandje wat zich afdraait. Ja. Steeds minder aandacht gaan geven. En daardoor komt het ook steeds minder in je op. Dus ik denk niet dat we onze gedachten kunnen kiezen. Dus zoals ik al zei, uh, Anders hadden we de hele dag wel blij geweest. Juist. Maar we kunnen wel kiezen uh, door bewustwording. Uh, hoe we reageren op die gedachten. Dus gaan we, we ze serieus nemen dus. Precies. Ja. Gaan we er volledig in mee? Zitten we een half uur in de, in, in de molen van negatieve gedachten? Ja. Of kijk ik naar, hé, hey, daar is die gedachte weer. Nou, dat is een oud patroon, dus dat geeft niet. Hè? Probeer ik er een beetje oordeelloos naar te kijken. Oké, okay, hij kwam weer in me op, maar ja, kan ik niks aan doen... want hij komt gewoon meteen eens naar boven. Maar wat ga ik nu doen? Ga ik even... Uh, Ga ik even mijn uh, foto van mijn kind bekijken. Ga ik even mijn goede vriend bellen, waar ik altijd veel energie van krijg. Mm -hmm. uh, ga ik een leuke serie kijken? Ga ik een boek lezen? Ga ja. ik even uit de kamer. Dat helpt ook vaak. Ja. Even een klein stukje wandelen. Andere ruimte dus. Andere ruimte. Ja. Uh, en op die wijze heb ik heel erg geleerd om uh, het leven een veel, stukken, uh, veel stukken leuker te maken. Ja. Ja. En schik jij nog wel eens van een gedachte, Jan? ik zal eens een voorbeeld noemen ik, ik zou er nu bijvoorbeeld kunnen denken Keur, de camera neemt niet meer op ja. weet je wel ja en dan voel ik allemaal... Huh? ja zeker ja heb ik nog steeds ja 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 absoluut ja, ben kijk, je dan al te laat je, uh, Of kan, heb je dan ook nog kans om de camera uit nee, te lopen nee want je, je lichaam die, die reageert sowieso ja dus, dus dan krijg je ineens klamme ja, handjes niet. ik heb dat wel eens gehad inderdaad met podcast denk je ineens oh staat het wel aan staat ja. het wel aan en dan krijg je klamme handjes ja, ja. alleen uh, ik ik kan wel vrij de na, daarna al snel schakelen dat ik denk: uh, nee, want ik stond net daar en toen heb ik echt op de recordknop gedrukt okay, Gewoon kalm blijven, dus. Ja, 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 ja. Want met voetballen, om daar even een kleine referentie aan te maken. Ik heb Marco, uh, niet Marco Busato, maar wel Marco van Basten... heb ik ooit horen zeggen. Dat ene mooie doelpunt, EK88. Hij ja. zei: ik, ja, ik probeerde maar gewoon eens wat. Ik was zelf ja. net zo verrast van de uitkomst ja. als iedereen. Ja. Heb je dat misschien met voetballen ook geleerd? Dat jij bijvoorbeeld ook met keeper je hebt toch niet de tijd om na te denken welke hoek je nee. gaat kiezen? Je kiest nee, ja, de, de je kiest. hoek. Ja. Door, nog, nog beter gezegd, de hoek wordt gekozen gewoon ja, door jou. klopt ja. ja. Je hebt niet de tijd. Ook met tennis nee. heb je niet de tijd om na te denken wat nee. je gaat doen. Dat, uh, dat uh, omschrijft Ab heel mooi in, uh, in zijn boek Het slimme onbewuste. Dat je lichaam, die weet veel meer dan jij kunt uh, verbaliseren, hè, uitleggen. Ja. Uh, de, je lichaam die, die ontvangt zoveel signalen natuurlijk tegelijkertijd. Hè. Ga maar eens bijvoorbeeld uh, bij een feestje staan... en een groep daar uh, die is een heel gesprek aan het doen. Ben je niet aan het volgen. Maar ineens hoort, hoor je je naam en dan hoor je je naam. Ja, ja, ja. Dan ben je erbij. Dan ja. is je aandacht... Blijkbaar heb je dus het hele gesprek gevolgd. Toch, onbewust. Onbewust. Ja. En dat is dus ook zo met kiepen, tennissen, uh, et cetera... Heel veel weet je al onbewust. Dus ja. ik ga echt niet uh, split second analyseren. Oké, okay, ze standbeen staat zo, et cetera. Ja, nee, nee je, je gaat in split second. Daarom is het ook vaak zo fijn om te doen dat soort dingen. Omdat we onszelf eigenlijk verliezen erin. Ja, je denkt niet na. Nou, nee. Je, dat is je, ja, je, je, je momentum die, die je aan het creëren bent. Je bent niet aan het nadenken. Je zit volledig in flow. Ja. Zo noemen ze dat dan. Ik hoor zelfs van die mensen die gewoon uh, onverzekerd tegen een berg aanklimmen, die zonder touwen. Dat is het gewoon. Ze hebben niet eens, ze kunnen niet op het moment dat ze gaan nadenken, lopen ze risico dat ze naar beneden het ja, ja. Je moet zo gefocust zijn. Ja, ja fascinerend. Hè? Ja, ik ja. vind het ook wel mooi om te zien. Maar ja, dat kan natuurlijk niet in iedere situatie. Want als jij voor de klas staat bijvoorbeeld, hè, ik zou me al irriteren aan iemand die uh, zat te gapen. Ik zou alles meekrijgen. Ik zou krijgen: daar zit iemand op zijn telefoon. Daar zit iemand de hele tijd met zijn pen zo. Ja. Hoe kan jij je daarvoor afsluiten? Ja, Jouw gebruik gebruikt daar een mooi voorbeeld voor. Hè? Uh, zelfs een monnik, als die in het vliegtuig zit en er zit een kind de hele tijd op zijn achterhoofd te tikken, ja. die zegt daar ook wat van. Ja, dat lijkt me ook, ja. Ja, dus het is niet zo dat, dat, je, dat je in één keer maar alles kunt relativeren. Ja. Je moet wel je omstandigheden zo goed mogelijk proberen aan te passen. Dus dat is ook exact wat ik doe in de klas. Kijk, als iemand loopt te tikken met een, uh, met een pen, dat irriteert mij. Ik weet niet of ik auditief daar dan gevoeliger voor ben mm. dan iemand anders. Maar ik vraag dan gewoon uh, of iemand ermee zou kunnen stoppen. Of dat ze bijvoorbeeld een, uh, een tik hebben, weet je wel. Ik probeer er vaak een grap van te maken. Dan wordt het niet zo serieus uh, ja. gemaakt, zeg maar. Maar ik zeg er dus wel wat van en ik benoem het ook. Uh, dus het is niet zo dat je, dat je dat alles dan maar kan. Het is ook mij. Ik zie het ook echt uh, als een rol. Ik speel de rol van docent. Ja. Die ligt wel heel dicht bij mijn karakter. Want ik probeer gewoon relaxed te zijn. Ik probeer grappig te zijn. En kennis over te dragen. En kennis over te dragen. Dus, want coachen, dat doe je niet meer, hè? Nee. Nee, nee ik... Uh, ja, geen tijd gewoon. Ja. En meer tijd voor de podcast is prioriteit. Wat, 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 wat trek je zo aan dat podcasten? Inspirerende mensen spreken, zelf leren. Ik ben zelf heel nieuwsgierig uh, aangelegd. Um, je spreekt gewoon mensen die je normaal gesproken door de week niet zou spreken. Nee. Hey. En dat maakt het zo interessant. En wat ik net ook al zei voordat we begonnen in de uitzending. Kijk, we zijn aan het editen hierna. En dan komt alles nog zo'n 4, 5 keer voorbij. Ja, het brandt in. Precies, het brandt in. En dat zorgt ervoor ja. dat ik nu weer feitjes kan herhalen van andere gesprekken, van ja. andere gasten ja, ja, ja. met jou. Ja. En dat we daarover in gesprek kunnen gaan. Ja, je geeft kennis door. Ja, en, en dat vind ik ook het leukste om te doen. De, dat is misschien dan de leraar in mij. Om dit te verspreiden onder een brede doelgroep. Dat ik veel mensen tegelijk kan bereiken met de kennis die ik heb opgedaan. Ja, ik ben een soort spons die nu weer door anderen leeg geknepen wordt. Ja, exact. En dan, en dan komt het er allemaal uit. Ja. En, en dat vader worden, daar zijn natuurlijk ook podcasts over. Heb je die ook helemaal opgeslurpt? Of denk je nou dat vader zijn, dat doe ik nu gewoon helemaal op mijn eigen manier? Ja, ik ging er echt uh, helemaal blank in. Ja? En... Gewoon intuïtief. Ja, ja. en ik uh, wilde gewoon kijken wat het me zou brengen, uh, wat het me niet zou brengen. Nee, nee ik moet zeggen dat het, uh, dat het me heel veel heeft gebracht. Want uh, ik zei laatst uh, ook tegen een maatje van me: ik zeg, weet je, ik zeg. Eerst had ik het idee dat het leven schaalbaar is. He, nul is zeg maar uh, je dieptepunt. Tien uh, is je hoogtepunt mm. qua geluk. Maar er is nu gewoon die hele schaal is op zijn kop gegooid. Want het leven is nu niet, kan nu niet meer een tien zijn. Want er is gewoon een, een, een schaal bijgekomen. Het kan twaalf of vijftien ja, of weet echt. ik veel wat zijn. De momenten dat ik bij mijn kind ben, dan, ja, dan ben ik gewoon zielsgelukkig. Ja? Als ik haar in mijn handen heb, dan. Hoe is dat omschrijven? Is dat die vergelijken met iets van vroeger? Voordat je je vader werd? Nee. nee? nee. Dat is echt boven die tien jaar ja. stijgen. Ja, dat is echt gewoon een nieuwe dimensie voor <laughs> me. En dat had ik totaal niet, niet verwacht. verwacht. En dat is ja, ik weet niet of meer, meer mensen dat ervaren. Of dat het cliché is. Ik heb geen idee. Ik heb me daar ook niet in verdiept. Maar mijn ervaring is wel dat als ik haar in mijn handen heb of ik haar <laughs> zie lachen, ja. dat. Ja, dat is gewoon dat stij, overstijgt alles. En ja. je, mag ik dat een beetje spiritueel uitleggen, of ben jij niet zo spiritueel? Ja, ik, uh, ik, ik hou wel van. Ja, uh, je bent niet voor niks naar Thailand gegaan. Ja, precies. Ja. ja, ik hou er wel van om erover na te denken en te filosoferen inderdaad. Ja. Is het dan misschien je eigen essentie die jij herkent in je kind, dat je daardoor zo blij wordt, dat het iets in jou wakker maakt, iets, iets jou iets herinnert nou, van ja. hoe het werkelijk zit? Ja, ik denk het wel, want. Uh, ik had ook altijd heel erg veel uh, met mijn, nou nee, nog steeds, met mijn neefjes en nichtjes. Eh, van die, van jong waren. Die, die Die zijn ook zeg maar, uh, ja, die zijn nu rond de vijf, zes, zeven. Maar ik kan heel erg genieten van hun onbevangenheid, uh, oordeelloosheid, ja. uh, verwondering. Verwondering. En mijn zus die zegt dat ook vaak. Dat, dat ze ziet mij echt vol, volle bak genieten met haar kinderen, ook nu nog steeds. Dat ik gewoon echt... Ik zit volledig in het moment. En ja, bij oudere mensen weet je toch vaak dat ze dingen overdenken. Of soms zit er ergens iets achter. En bij kinderen weet je gewoon, het is puur. Ja. En, en, en dat is inderdaad wat mij heel erg raakt. Die pure essentie. En dat, dat is misschien inderdaad wat jij zegt. Een soort van spiegel. Dat je kijkt naar iemand en denkt, dit is puur. Er zit niks achter. Ja, geen filter. Ja, dit is gewoon echt. En... Egoloosheid zouden we het misschien zelfs kunnen noemen. Ja. Ja, er ja. zit inderdaad geen woordvoerder voor. die een ander verhaaltje vertelt dan wat er eigenlijk werkelijk aan de hand is. Ja. Je hebt dat soms met mensen toch die denken: ik wil de echt die jij spreken. Ik, ik spreek nu met je woordvoerder. Ja. Daar heb ik geen zin in. Klopt, ja. ja, <laughs> ja. Stuur die woordvoerder <laughs> de camera uit. Laten we elkaar echt ontmoeten, toch? Ja, ja dat, dat is met kinderen natuurlijk. Ja. Maar ja. ja, ben je niet bang voor. dat zou ik dan weer zijn: bang voor het moment. Er komt het moment dat ook, ook bij haar natuurlijk een soort ik-identificatie en ego gaat ontstaan. Ja. En dan krijg je misschien dat ze je weg gaat duwen of ja. dat ze zegt nee en ja. uh, papa is stom. Ja, en... ja zeker. Uh, ja, je merkt het nu al bijvoorbeeld als, uh, als Laura, mijn vriendin, uh, als die bijvoorbeeld de kamer uitgaat, dan moet ze soms huilen. Uh, ja, dan kan je het idee krijgen van, hé, hey, ik, ik ben er ook. Ja, nee. Alleen, ik heb gelukkig uh, geleerd uh, naar mijn ego te kijken... dat het bijvoorbeeld niet, uh, niet aan mij hoeft te liggen. Kijk, die eerste maanden uh, merkte ik heel erg dat me, mijn kindje... die vond het heel fijn om op mijn borst uh, te liggen. Ja. Omdat ze dat gewoon heel veel heeft gedaan. Haar moeder, die, uh, ja, die had gewoon uh, een zware tijd, om het zo maar te zeggen. Hij moest ook veel slapen, veel... Uh, Moeder melk geven, et cetera. En als ze rustig wilde worden, dan kwam ze vaak uh, heel erg tot rust op mijn borst. Hmm. Dus ik heb urenlang, dagenlang met haar op mijn borst gezet, ja? gelegen. En dat was voor haar, voor mijn kind, dus een moment van ontspanning. Dus ik heb zoiets, weet je, het zijn fases van kinderen. Nu huilt ze dan even als mijn vriendin weggaat. Ja. Maar ja, kijk, zij huilt ook als ik mijn kind naar de, naar de gastouder breng. Dat we dan uh, ja, af en toe doen. werken. Precies. Ja. Dus ja, uh, ik probeer het niet op mezelf te betrekken. Vind ik het niet jammer? Zou je niet liever fulltime papa zijn? Poeh. Ja, ook wel eens over nagedacht, maar... Zou het kunnen? Ja, het zou zeker kunnen. Ja, financieel kan het ook wel. Maar... Uh, of wordt je wereld dan wel heel erg klein? Dat is het. Kijk, je, moet, je wordt denk ik een goede vader als je zelf ook heel tevreden bent en je passie volgt. Mm. En niet als je er alleen voor je kind bent. Je moet eerst zelf gelukkig zijn en dan pas kun je je kind... Voor een grotendeel gelukkig maken. Ja. Dat is mijn uh, filosofie. En hoeveel wil je er? Uh, Alsof je uh, daar ook iets in wil. willen. <laughs> ja. Dat klinkt ook zo, maar ja, ik begrijp wat ik bedoel. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Um, ja, Mijn vriendin en ik zeiden de eerste misschien drie, misschien twee. We twijfelen heel erg. Uh, eigenlijk minimaal twee, wel, zeker. Of er dan een derde komt, dat, uh, dat gaan we op, een, uh, op dat moment zelf bepalen. Dan zien we wel waar het ons brengt. We willen wel een, uh, een tweede in de toekomst. Uh, en wat vind je dan een goede leeftijd die daartussen moet zitten? Twee, drie jaar? of? Ja, misschien twee jaar of zo. Ja. Want je moet, ik, ik moet zeggen, het, uh, het heeft ook wel uh, veel impact natuurlijk... op je energie, je leefstijl, et cetera. Ja. Maar wacht eens even, dan moet je binnenkort aan de bak. Ja, klopt wel. Ja, we zijn nu al op trainingskamp. <lacht> 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 ja, <lacht> ja, ja, als je uh, wil dat het voor twee... Uh, ja. ja, nee, we, <laughs> we kijken het nog even aan. En uh, ja, als de tijd rijp is, dan, uh, dan heb, willen we er echt voor gaan. Heb je nou niet met al die toestanden in de wereld? Hè? Boeren, protesten, stikstof, oorlog in Oekraïne. Doet dat iets met jouw kinderwens? Of zeg je ja. Want die kan ook denken, daar is over 40, 50 jaar, is het helemaal geen leuke plek meer hier? Of over 25 uh, jaar misschien al niet meer. Uh, ja, dat interesseert me echt niks. Nee? Nee. Maar voor het kind bedoel ik, hè? Dat, denk je niet waar groeit nee. je dan in op? Nee, uh, ik, ik denk in dat geval dat het glas half vol is. Want er zijn ook heel veel mooie momenten. Kijk, het is net hoeveel ben je ermee bezig, hè? Kijk, mm. het nieuws... Uh, ik volg het nieuws bijna niet. Mm. Dat doe ik echt al jaren niet. En sommigen verklaar je dan voor gek. Maar ja, het belangrijke nieuws krijg je altijd wel tot je. Ja. Dus ja, je kunt je de hele dag uh, gaan vastbijten in, uh, in negatief nieuws. Want het nieuws is per definitie bijna altijd slecht... omdat het beter blijft plakken bij mensen... Hè? Dat weet jij als geen ander. Ja, ja, goed nieuws is geen nieuws. Ja, ja precies. Doe, is te... Dus als jij continu uh, slecht nieuws uh, beluistert of bekijkt, ja. nee, dat hebben we in mijn podcast er net ook over gehad, dan heeft dat invloed op je gemoedstoestand, op je immuunsysteem, op al die zaken. Dus ik weerhoud me daarvan. En het belangrijke nieuws kijk, krijg ik altijd tot me. Kijk, ik, uh, ik kijk af en toe uh, vandaag in Zeit, dat uh, vind ik gewoon leuk, een leuk soort van uh, cabaret. Ja, ook nog een beetje voetbal. Precies. En daar uh, hadden ze het over de oorlog in Oekraïne. En toen heb ik het volgens mij, uh, nee, ik denk uh, anderhalve maand heb ik het niet geluisterd. En toen ging ik het anderhalve maand later ging ik het weer luisteren. En toen waren ze precies, nee, bijna precies op hetzelfde punt wat betreft de oorlog tussen ja. Rusland en Oekraïne. Nou, niks gemist. Toen dacht ik exact ja. niks gemist. Ja. Dus ja, weet je, ik probeerde er niet veel mee bezig te zijn, omdat het me gewoon uh, niet helpt. Je was bezig met een boek, hè? Ja, klopt. Komt dat er nog? Ik weet het niet. Um, of was het, het puur het, therapeutisch het, voor jou? Ja, nou, dat was wel echt therapeutisch voor mij, want ik, ik schreef dat boek op, uh, op wereldreis over dus de trauma's in mijn, in mijn jeugd. En ik heb echt tot tranen toe gezeten op uh, hotelkamers of uh, aan het zwembad of Jeetje. in een mooie... Nou, ik ging met mijn vriendin op wereldreis, hmm. maar dan zei ik af en toe, uh, geef me nu even wat ruimte om, om te schrijven. Ja. En achteraf heb ik dat heel erg gezien, gezien als uh, therapeutisch, want het heeft me heel veel inzichten uh, opgeleverd. Ik heb zo'n 80 bladzijden geschreven. Ik weet niet of ik het ooit uit ga brengen, maar mijn doel is wel om in de toekomst een boek te schrijven. En wel met een persoonlijke saus eroverheen, maar ook uh, over uh, gedragsverandering met een wetenschappelijke basis eronder. Ja. Dus ik ben nu ook in gesprek met een, uh, een bedrijf, Neural Habits heet dat. We weten heel veel van, uh, van gedragsverandering. Mm -hmm. uh, en dat zij dan de, de theorie veel schrijven met de theorie die ik weet. En daar dus een persoonlijke saus overheen gooi. Om het leuk te maken, lekker leesbaar. Uh, en dat in de toekomst uit te gaan brengen. Dus dat is wel zeker een doel. Een uitspraak van jou die ik hoorde. die hier heel mooi op aansluit. is: ik, Je bent niet meer wat je hebt meegemaakt. Dat is natuurlijk al een beetje jouw, jouw levensfilosofie uh, geworden. Hè? Ja. En um, dan kunnen we dus ook vanuit gaan dat jij geen verwijten meer hebt naar wie dan ook. Ook niet naar jezelf, maar dus ook niet naar mensen die jou in je jeugd zogenaamd, of zogenaamd, dat klinkt ook weer te licht. Maar in ieder geval de mensen waarmee het gebeurd is. Daar, daar ben je ook ja. gewoon volledig neutraal in. Hè? Ja, klopt. Ja, dat heb ik ook met mijn vader. Ik heb hem ook lang van alles verweten. Maar hoe heerlijk is dat eigenlijk? Hè? Als je, want op het moment dat je iemand anders beschuldigt. Ja, Dat voelt voor jezelf ook niet goed, want dan heb je ineens een schuldige daar, ja. En dan ben jij ook bij betrokken, ja. Ja, en, en ik denk ook heel erg in wat, wat heb ik eraan, hè? wat geeft het mij, ja. Dus op het moment dat ik leerde ervaren dat als ik nog met wrok jegens iemand anders zit, ja, dan pijnig ik alleen mezelf, ja. want Die ander die voelt het niet, nee. die nee. heeft er niks mee, die denkt er op dat nee. moment niet aan. De enige die ik ermee heb is mezelf, ja. En op het moment dat je dat uh, jezelf gaat realiseren, dat je alleen jezelf ermee hebt, met wrok of wat iemand ook bij je heeft aangedaan, hoe erg het ook is, op dat moment als je eraan denkt, pijnig je alleen jezelf. Ja. En als je tot dat inzicht komt, ja, dan, dan ga je steeds uh, ja, dieper en, en verder en kun je steeds meer loslaten, een plekje geven, vergeven. Ja. Uh, en dat zorgt voor uh, veel meer lijden, uh, veel minder lijden en een, uh, en een leuker ontspannen leven. Ik zie geen trouwring, Jan. Nee, klopt. Nee, uh, mijn vriendin geeft af en toe wel wat, uh, wat hints. We kunnen de bellen nu, hè? Oh, heb je, uh, heb je de nummer? Nee, Ik heb de nummer niet, maar ik heb wel. <laughs> <laughs> Zal wel wat zijn iemand? Nou, je zou het wel je eigen podcast kunnen doen, natuurlijk. Mm, ja. Ga je haar interviewen? En dat zou ik dat zou een kippenvel moment vinden. En dan aan het einde van de podcast vraag je, je dit het heerlijk. Ja. Of hebben we nu het geheim al verklapt dan? Ja, dit zou niet echt iets zijn voor, nee? uh, voor in een studio, denk ik. Nee? Uh, Vind je het niet romantisch genoeg? Nee. Is je, ben jij een romanticus? Um, stel dat we dat gaan doen. Ja? Stel. Ja? Uh, dan ben ik wel een romanticus. Ja. 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 En, maar, maar ik vraag dat ook, omdat het allemaal niet meer zo... Uh, ja, Het hoeft sowieso allemaal niet meer. Hè? Ik bedoel, nee. Het is allemaal niet meer eerst trouwen, dan kinderen krijgen, bla bla bla, bla. Maar zie jij wel nog het, de functie van zo'n ritueel? Want het is toch, het is een ritueel. Hmm. Zie je daar. Nou, het is, ik zie het een beetje hetzelfde als geloof. Misschien. Hè? Geloof geeft, uh, geeft houvast, geeft richting. Of iets waar is of niet waar is, daarover kun je discussiëren. Kijk, je kunt niet zeggen dat er een God is. Uh, dat bewijs heb je namelijk niet. Ik denk wel dat er uh, veel meer is dan in de drie-dimensionale wereld waarin wij leven. Mm -hmm. Wat er is, ja, dat, uh, dat, dat kan ik niet zeggen. Uh, maar dat, dat is misschien hetzelfde met trouwen. Uh, het kan je een bepaalde houvast geven, een bepaalde zekerheid. Uh, Zou het ook aanverricht kunnen werken? Ja. Yeah. In sommige gevallen ja, zeker, want sommige mensen die denken ik ben gesetteld, het hoeft allemaal niet meer, ik ga me in ja. mijn joggingsbroek op ja, de bank ja. zitten ja, 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 ja. Ik en dat is de klaar. De buiten is binnen. Ja, ja. Je... Um, ja, voor mij heeft het geen functie. Uh, ik weet wel dat mijn vriendin het heel, uh, heel tof zou vinden, uh, romantisch, et cetera. Dus uh, ja, ik denk om... er wel over na om 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 haar te plezieren, maar voor mijzelf nee? uh, heeft het geen meerwaarde omdat ik niet onzeker ben over onze relatie. Ja. En ik ben ook niet bang dat mijn gedrag zal veranderen daarna. Nee. Het zal meer zijn om, om haar te plezieren en een mooie dag voor iedereen te creëren. En zie je het ook niet als een soort commitment, toch, wat je aan elkaar uitspreekt? Net als een contract wat je sluit voor je werk? Nou, ik heb, ik heb, ik heb het wel eens met mijn vriendin daarover gehad. Dat ik zeg van ja, weet je, ik, zeg, uh, ik ben nu meer aan jou verbonden met de geboorte van onze dochter ja. dan dat ik met jou zou gaan trouwen. Dus wat dat betreft uh, zit commitment zit meer aan de kant van het... Uh, van het samen van een kind hebben. Zou het toch nog, ik ben even amateurpsycholoog. We nee, hebben ja, toch ja. een kwartiertje. Uh, zou het niet toch een zwarte vlek, een blinde vlek voor jou kunnen zijn? Omdat je zelf zoveel ellende qua huwelijkse, huwelijkse toestanden hebt meegemaakt. Een stiefvader, uh, je, hebt, je eigen vader is weggegaan. Scheiding van je ouders. Ja. Je hoort het wel veel van mensen die een kind zijn van gescheiden ouders... dat ze trouwen toch een brug te ver vinden. Te spannend. Ja. Zou dat, dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. En, maar zou dat dan niet zijn om. Want dan, ik, ik heb bij mezelf ook hè, dat ik gewoon dingen laat liggen waarvan ik weet dat komt gewoon omdat ik er een negatieve associatie mee heb. Zou ik dat niet toch eens moeten aanpakken? Weet je, ik weet dat ik nu bijvoorbeeld niet meer op de landelijke radio ben, omdat ik echt paniekaanvallen kreeg. Eh, als ik nog in de buurt van de radiostudio kwam. Dan kun je denken: van ja, die paniekaanvallen waarschuwen jou. Maar gewoon denk je: ja, moet ik daar niet gewoon eens een keer doorheen? En dan kan ik er tenminste neutraal naar kijken of ik wel of niet nog bij de radio wil werken. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Ja, ik probeer er al heel neu, uh, neutraal naar te kijken. Zodat dus er gaat, denk ik, ja, weet je, ik heb het in principe een plekje gegeven. Uh, wat er is gebeurd in, uh, in mijn verleden. En of trouwen daar een toevoeging aan is. ja. Je hebt niet een negatieve associatie met het woord. Als het, als het überhaupt nee. komt. Dat je een soort belachgevoel gevoel nee. krijgt of zo. Nee. Nee. Dus het is wel gewoon neutraal. Ja. 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 Nee, dan moet ik ook niet gaan zitten graven in iets. Van nee, wat, wat er niet is. Nee, nee maar het zou wel kunnen. Ik hoor het zou zeker kunnen. Ja. Nee, dat zeg ik ook. Het zou kunnen, inderdaad. Maar Doel, ik rook niet. Dat is dan maar goed ook. Omdat mijn ouders had, zaten te paf in de auto. Terwijl ik achterin zat. Weet je wel? Ja. Ik denk, godverdamme, dat nooit. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Dus ja. Maar goed, het ene hoeft niet inderdaad met het andere te maken te hebben. Maar het zou wel jammer zijn als, het, als, als sommige dingen daardoor dan maar niet gebeuren. Nee, klopt. Ja. 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 Voetbalt wel nog, hè? Ja, ja, ik, uh, ik zelf bal nu nog met, uh, met vrienden op een bescheiden niveau. En dan, uh, dan ben je één keer in de twee weken uh, spreek je elkaar. En daar is het eigenlijk meer om te doen: dat je elkaar even uh, spreekt één keer in de twee weken. Want kijk, iedereen die heeft op deze leeftijd uh, zijn eigen gezin. Ja. Uh, we zijn met een groep van, uh, van zo'n 15 man. Dus ja, dan is het fijn uh, om elkaar toch nog even op, uh, op een moment samen te spreken, zonder dat je daar. Per se afspraken over hoef te maken. Want ja, ik maak het liefst zo min mogelijk afspraken ja? in het weekend om... Om, de, om, om ruimte voor spontaniteit open te laten. Ja. Want ik heb echt zoiets als ik uh, op een zaterdag drie afspraken inplan, ja. dan komt er gewoon een soort van weerstand of zo uh, bij mij naar boven. Maar agenda bepaalt dan mijn leven, ja, terwijl ja, ik ja. juist vanuit uh, spontaniteit wil leven. Ja. Je hebt twee dagen verplichtingen, dat is dan een hele dag leraar zijn. Hè? Ja, precies. Dus ik probeer zoveel mogelijk ruimte over te laten voor vrijheid, creativiteit, uh, spontaniteit. En ik merk dat dat me veel brengt en dat het ook uh, werkt voor mij. Dan, dan zal er nu een luisteraar zijn, hoe kan dat nou eigenlijk? Twee dagen werken, heeft een kind, een huis. Uh... Zonder in jouw financiële toestand. Heb je dan als voetballer een grote klapper gemaakt, denken ze dan? Of heeft, heeft jouw vriendin zo'n dik betaalde baan? Of ben jij gewoon tevreden, net als ik, met gewoon niet te moeilijk, niet te duur? Nou, ik, uh, ik zit als docent. Uh, uh, zit ik gewoon heel, heel erg goed, moet ik zeggen. Uh, ik krijg goed betaald. Uh, mijn vriendin en ik hebben een. Uh, een salon geopend, de highlightsalon. We hebben een pand voor in uh, in hem. En die loopt... Uh Steengoed. Wat voor de, salon is dat? Uh, een highlight salon. Dat, uh, oh, voor haar? Uh, ja, uh, ja, niet voor jou, maar voor, uh, voor vrouwen die, uh, die het <laughs> willen kleuren, blonderen, etcetera. Ik moet mijn highlights ergens anders zoeken, ja. Ja, Maar uh, ja, zij is zo goed dat, uh, dat de mensen uit ja? Utrecht met de trein komen. Ja. En mensen uit Zandam. Uh, dus die zijn echt meer dan een, uh, dan een uur uh, onderweg. Omdat, uh, zij levert echt kwaliteit. Dat is goede reclame voor de. In hem zit hij, hè? In hem zit hij. Hoe heet hij? De highlight salon. De highlight salon, hè, mensen. Op Instagram kan je het zoeken. Oké. Okay. Ja, ja. Op de Hel website. Helpen we jou ook mee? Ja, ja. Dus uh, nee, die loopt hartstikke goed. Uh, we hebben nu ook uh, iemand erbij en uh, die is ook steengoed. Oké. Okay. Dus uh, ja, de financiën, dat, uh, dat, uh, dat zit prima. En daardoor kan ik ook doen uh, wat ik wil doen. Kunnen wij hier nu ook zitten op een, ja, uh, op ja. een Door de Weekse Woensdag? Is het hè? Ja, zo dat dat zeggen we even weg. Ja. Ja. Er komt nog een vraag binnen van de luisteraar: John uit Tilburg. Wat is je favoriete boek? Um, Verslaafd aan denken van, uh, van Jan Geurts. Geurts ja, ja dat, uh, dat was echt mijn eye-opener. Maar die raad ik niet aan voor mensen die pas mee beginnen. Dat is echt voor de gevorderde uh, ja, lezer wat betreft uh, mindset. Ja. Dus ik zou zeggen, wat ik net zei, begin met uh, Thinking and Grow Rich van Napoleon Hill of Master Your Mindset van Mike Ja. En ga daarna pas uh, en, en een slag maken naar uh, richting Jan Geurts. Want uh, die gaat wel echt de diepte in. En uh, de eerste keren moest ik ook echt uh, soms pagina's herlezen. En nu ben ik hem uh, ja, sinds twee maanden terug ben ik hem weer aan het lezen. Ja, en, en het luisterboek en, al een keer gehoord? Ja, ik heb uh, fragmenten van het luisterboek ook, uh, ook uh, beluisterd. En uh, ja, nu, nu is alles voor mij heel makkelijk, heel eigen. Maar de eerste keren dat ik het las, uh, dus schaam je niet als je, als je het de eerste keer niet begrijpt. Lees nou, gewoon verder. Maar. Uh, het heeft me heel veel inzicht uh, opgeleverd. Op inspiratie, zo heet je jouw podcast. Um, wie ga je nog spreken in het nieuwe seizoen? Heb je al, wie, wie staat er nog op je verlanglijstje, Jan? Poeh, dat is een goede vraag. Je noemde één naam daar straks al, die waar je een afspraak al mee hebt. Ja, um, dat is uh, Michel Vos van de Eindbaas Podcast. Mm -hmm. Die zich uh, heel erg uh, ja, ook bezighoudt met ayahuasca, dat soort dingen onderzoeken, toch? Ja, ja zeker. Heel Hoe is dat veel. zijn compaan? Nee, al, ja, allebei uh, zit ze in de persoonlijke ontwikkeling. Zijn kompaan ja. zit wel iets meer richting de, de ayahuasca. En uh, die de was een de, de Indianen, ja. de jungle, daar ja. heeft, die, heeft het hij het nou vaak alweer, over. Michel Vos en, en... Wiggit Meerman. Wig Meerman, ja. ja, ja ook klopt. deze podcast gehaald. Ja. Ja, um, ja, ik ben eigenlijk een uh, uh, heb ik een plan om tijdens mijn vakantie uh, om dan een soort van uh, shortlist uh, op te stellen. En dan uh, heb ik namelijk de vrijheid creativiteit om, uh, om er even rustig voor te zitten. Dan ga ik een lijstje opstellen. En uh, ja, dat zullen voornamelijk mensen zijn in, uh, in de persoonlijke ontwikkeling, uh, experts daarin, uh, bekende Nederlanders uh, ongetwijfeld weer. Om, uh, om een zo, uh, zo waardevol uh, uh, programma te schetsen waarin uh, ja, praktische tips uh, en trucs uh, voorbij zullen komen. Ja. Podcast staan op alle platforms. Hè? Ja. Gewoon gratis, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Ja. Uh, en ja. als mensen met jou in contact willen komen, Jan, uh, sta je daarvoor open? Uh, en zo ja, wat is de makkelijkste manier? Op inspiratie.nl. Daar, uh, daar kun je mij op contacten voor, uh, ja, voor alles eigenlijk. En wat is mindtips.nl dan? Ja, dat is dezelfde website. Hmm. Uh, ja, ik had vorige week toevallig een uh, videocall met, uh, met Giel Belen. Om uh, ja, van elkaar te leren. Omdat we al bij een beetje in dezelfde podcast-niche ja. uh, zitten. Om het zo maar te zeggen. Al, en, geef dan uh, even een tip door die ik weer van een luisteraar doorkreeg. Hij wordt te commercieel, Giel. Oké, okay, ik, uh, ik zal het hem zeggen. Ja, hij moet, moet minder. minder uh, ja, ik weet. Ik, kijk, dat is natuurlijk wel het lastige. En daar kunnen we nog een hele podcast over vormen. Maar wat ik aan jou merk is dat bij jou het ook niet gaat om. Hier van deze podcast een soort verdienmodel te maken. Je wil gewoon ja. kennis delen. Hè? Ja. Dat is ook zo geschikt aan dit medium. Ik daarom hou ik ook iedere sponsordeal hou ik, hou ik toch buiten deze. Als ik nu ineens moest gaan zeggen. Oh ja, trouwens, weet je wat ook hele lekkere chips zijn. Ja, ja. <laughs> ja dat snap ik ja. Ja, dat denken mensen, ja dat geloof ik wel, maar wat heeft dit in godsnaam met Jan Dekker te maken? Maar goed, ja. ik onderbrak je. Je hebt met Giel en Kool gehad. Ja, en uh, die wees me erop dat, uh, dat ik, ik gebruik twee verschillende namen, of gebruikte twee verschillende namen. Ja. Ik begon met Mijntips.nl, omdat ik dus coaching gaf op het gebied van mindset. Daarna ging de uh, podcast starten op inspiratie. En ja, dat was telkens een beetje twee namen voor, voor hetzelfde bedrijf. Ja. En toen heb ik ervoor gekozen om dus mijn Instagram uh, te veranderen... van mijntips.nl naar opinspiratie.nl. En ook mijn website. Die is op allebei de namen nog te vinden. Maar om dat ook als basisnaam opinspiratie.nl te doen. En uh, ja, zo maar één naam te gebruiken... zodat het makkelijker voor mensen is om, uh, om mij te vinden. Oké. Okay. Ja. Nou, ik vond het een mooie middag, mooie ontmoeting. Uh, check dan ook het gesprek andersom... wat we gedaan hebben voor uh, de podcast Op Inspiratie. Ik sprak met Jan Dekker... Uh, en de, nog een keer die salon in hem? De Highlight Salon. <laughs> Pure kwaliteit. Hé, hey, daar kan ik toch een mooi factuurtje voor sturen. Ja, 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 oh, nee, ja, ja. dat stuurt Giel dan wel. Ja, <laughs> oké. Okay. Hé, hey, dankjewel Jan. Ja, jij ook bedankt. <laughs>